Een paar keer aangekondigd, Herman Wijfels. Ik denk dat u weinig introductie behoeft. Maar voor de zekerheid, voorzitter geweest van de Rabobank, van de SER, bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington, informateur van Balken en de Vier. En op dit moment onder andere, naast allerlei andere belangrijke taken, co-voorzitter van de World Connectors en lid van de Sustainable Finance Lab. En ik hoop dat u net als wij allen ontzettend heeft genoten en opgelet en dat u hier een mooie bespiegeling op kunt geven. Het woord is aan u. Ja, dank. Een mooie dag, dat is het geweest. En ik denk dat het terecht zou zijn als we de mensen die dat allemaal hebben georganiseerd, en ik zie er in ieder geval een paar, Marielle en Alex en Katie, dat we die zeer mogen bedanken voor datgene wat ze hier vandaag voor ons hebben neergezet. En alle anderen die meegewerkt hebben om deze dag zo rijk en vol te maken als die naar mijn beleving in ieder geval is geweest. Vanmorgen is enigszins de verwachting gewekt dat ik nog iets zou samenvatten. Dat ga ik niet doen. Inmiddels is dat ook als geëvolueerd naar reflectie. En dat zal het zijn. Er zijn een aantal dingen langsgekomen waar ik graag een paar kanttekeningen bij maak. Tamelijk centraal heeft hier vandaag toch wel gestaan het systeem. Hoe ook gedefinieerd, maar laten we zeggen het kapitalistische systeem dat de basis is van ons huidige maatschappelijk bestel. En laat ik op voorhand zeggen, ik ga zo meteen een paar dingen uitleggen over hoe ik dat zie. Naar mijn beleving leven we aan het einde van dat economisch en maatschappelijk bestel. Ik noem dat wel zo de afgelopen paar decennia de hoogbloei van het laatkapitalisme. Dat is ongeveer zoals ik er naar kijk. En ik zeg wel, dat systeem heeft wel zijn werk gedaan. Het vindt, zoals ik er naar kijk, zijn oorsprong in de ideeën die zijn ontstaan in de verlichting. En dat was toch eigenlijk een heel bazaal vertrekpunt. Je zou kunnen zeggen, voor die tijd leefden we hier op deze aarde in het perspectief, zo werd ons dat althans voorgehouden, dat als we dat netjes deden, daarna de beloning wel kwam. Maar het bleef hier een tranendal, zo maar zeggen. En de ambitie die is geformuleerd ten tijde van de verlichting was, is, nou, laten we nou eens proberen om het hier in het ondermaats ook een beetje prettig te maken. Is misschien wat heel bazaal geformuleerd, maar daar komt het toch op neer. Dat hebben we gedefinieerd in termen van, dan moeten we gewoon zorgen dat het hier materieel beter wordt. Nee, het gaat over het leven van mensen verbeteren door meer materiële voorzieningen, meer materie. En vervolgens zijn er mensen opgestaan, zoals Newton bijvoorbeeld en Darwin ook wel. Die zijn vervolgens gaan onderzoeken, hoe zit het nou eigenlijk hier, wat vinden wij op deze aardkorst waar wij dat mee zouden kunnen doen. En zo is er een actie ontstaan, een model, waarin materiële vooruitgang, materiële groei, eigenlijk de hoofddoelstelling is geworden van ons hele maatschappelijk bestel. En het monetaire bestel is zodanig in elkaar gezet dat die materiële groei bevordert. Met dat stelsel van geld als schuld creëren een systeem dat eigenlijk dwingt tot economische groei. Want als er een nieuwe schuld komt, dan moet om die schuld te kunnen servicen, dus dat wil zeggen rente betalen
en aflossen, moet er nieuwe materiële welvaart komen, moet er nieuwe waarde komen. Dus het stelsel, het monetaire stelsel, is helemaal gericht op het creëren, het bevorderen, het noodzaken tot economische groei. Nou, dat is inmiddels zo ver voortgeschreden dat we met het benutten van al die natuurlijke rijkdommen die op de aarde aanwezig waren, en toen we dit stelsel ontdekten of ontwikkelden, in overvloed aanwezig waren, dat we nu zoveel door die voorraad natuurlijk kapitaal heen zijn, dat dat niet langer kan. Dus dat is wat mij betreft, evolutionair gezien, het punt waarop we ons in de geschiedenis, evolutionair gezien, zou je kunnen zeggen, bevinden. Dus dat kan niet langer. Bovendien, als je dan kijkt hoe heeft dat nou uiteindelijk in termen van waar zit wat ontwikkeld tot, dat die voorraad natuurlijk kapitaal een heel eind uitgeput is geraakt. En dat we dat eigenlijk omgezet hebben in geaccumuleerd financieel kapitaal. Aan het begin van het kapitalistische stelsel was het zo dat er weinig financieel kapitaal was. En dus een overvloed aan natuurlijk kapitaal en een overvloed aan sociaal kapitaal in zekere zin. Inmiddels zijn die verhoudingen omgekeerd. Met name als het gaat over de verhouding tussen natuurlijk kapitaal en financieel kapitaal. Waar we ons vandaag bevinden, dat is dat het eigenlijk onterecht is geworden dat het financieel kapitaal als de schaarste factor wordt behandeld. Want dat is nog steeds. In termen van het stellen van rendementseisen, in termen van bepalen waarin wel en waarin niet wordt geïnvesteerd. Dus laat zeggen, zowel de zeggenschapskant als de behandeling als de schaarse factor en dus hoog rendement, die past niet meer bij de huidige verhoudingen. Eigenlijk moeten we het omkeren. En we moeten zeggen, het is niet, laten we zeggen, de winst en de kapitaalvorming eerst, maar het is planet first. We moeten nu opereren vanuit de gedachte dat als we een toekomst willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen, dat we onze hele economische en maatschappelijke orde instellen op het voeden en onderhouden en kan het zijn uitbreiden van het natuurlijke kapitaal. Want alleen dan kunnen we een toekomst aan het leven geven. De basis van het leven zelf moet versterkt worden en we moeten ophouden met dat aan te tasten. Dus dat is eigenlijk de kern van de verandering die moet optreden in de wijze waarop het kapitalisme functioneert. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, kapitaalrendement moet een resultante zijn van investeren in de aarde, in de planeet, en investeren in mensen. En als je dat goed doet, dan is er ook wel zoveel te verdelen dat er financieel rendement is. Dat is een omkeren van de feitelijke maatschappelijke orde, de feitelijke economische orde. Dus dat is een heel groot ding. En eigenlijk onze generatie, nu, nee, ik moet zeggen jullie generatie, of wij met z'n allen, maar zeker de jongeren onder ons, die hebben eigenlijk nu tot opdracht om die omkering tot stand te brengen. Om een nieuwe economische maatschappelijke orde te creëren die weer werkt in het belang van de toekomst. En die weer werkt in aan de continuïteit van het leven. Want die is in feite ultiem bedreigd. Dus dat is de kern van waar het wat mij betreft over gaat. En daar moet dus heel veel gebeuren, eigenlijk aan allerlei instituties, om daar inhoud aan te geven. Nou, veel daarvan is hier vandaag langsgekomen. Hervorming van het monetaire bestel is daar een absolute voorwaarde voor. Ook een andere verdeling van de opbrengsten van dat systeem, ook een wezenlijk ding. En daar komen we op de discussie die we vanmorgen gehad hebben over het basisinkomen. Ik denk dat een combinatie van herziening van de herziening van het kapitalisme, in welke zin het moet functioneren, en de invoering van een basisinkomen eigenlijk sleutelelementen zijn in die nieuwe economische en maatschappelijke orde die we nodig hebben. Er zijn allerlei argumenten die vanmorgen nog niet genoemd zijn voor een basisinkomen. Eén daarvan is,
dat er de capaciteit die nu bestaat voor het creëren van welvaart, dat is eigenlijk de verdienste van misschien wel de hele mensheid. Dat is niet de verdienste van de toevallige kapitaaleigenaren van nu. En het verdelen van de opbrengsten van dat systeem langs lijnen van kapitaaleigendom past dus eigenlijk ook niet meer in de huidige omstandigheden. Er hoort als het ware een systeem te zijn waarin als eerste element bij de verdeling van het totaal van de welvaart ieder zijn deel krijgt. Althans op een niveau waarvan je kunt leven. Dat vind ik een heel belangrijke overweging om dat te doen. En het huidige systeem waarbij kapitaaleigendom steeds meer geconcentreerd raakt, leidt ertoe dat ook de verdeling steeds schever wordt. We hebben daar wel in onze verzorgingsstaat wat amendementen op aangebracht. Maar als je het overal ziet, dan is het zo dat zowel ecologisch als sociaal het bestaande model, kapitalisme en het bijbehorende maatschappelijk model, dysfunctioneert. Maatschappelijk dysfunctioneert. Dus we moeten daarvoor een aantal dingen omkeren. Zowel in het sociale domein als in het ecologische domein eigenlijk de, laten we zeggen, de feitelijke betekenis van dat donutmodel. Dus dat is een enorme opgave. Ik denk dat die door de generatie die nu aan snee komt gerealiseerd gaat worden. Dat zal heel veel energie en inzet kosten. Maar ik denk dat de feiten gewoon uiteindelijk dominant zullen worden boven de machtsposities die er op dit moment nog zijn. En een van die machtsposities is dat eigenlijk onze huidige politieke systeem in wezen gekocht is door het kapitaal. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus het is een dermate groot. Dermate grote invloeden. Overigens, wat in Amerika gebeurt, dat is daar het summum van, zoals heel veel van de dingen. En Trump is dus heel productief in het zichtbaar maken daarvan. In dit land beleven we daar ook iets van trouwens met de dividendbelasting. Maar daar zie je dus hoe evolutie werkt. Namelijk dat als het ware door de feitelijke ontwikkelingen datgene wat niet deugt, omhoog gewoeld wordt. Hè? Dus daar stel ik onder andere mijn hoop op. Maar ook wel op, laat ik maar zeggen, wat deze gemeenschap, die hier vandaag bijeen is. En er zijn heel veel meer mensen in Nederland die tot deze gemeenschap behoren. Die zijn eigenlijk bezig met het ontwikkelen van ideeën over, laten we zeggen, die nieuwe economische en maatschappelijke orde. We zijn hier vandaag bijeen in een kerkgebouw. Dus ik maak even een uitstapje naar wat daar overal in oude geschriften is te vinden. Het gaat hier over het beloofde land. We hebben hier vandaag met z'n allen gesproken over hoe het beloofde land eruit zou kunnen zien. En nou ja, er is dan een prachtig verhaal over de uittocht uit Egypte. Het ging daar ook over, voor een tocht naar het beloofde land. En het eerste deel van die tocht, mensen, die ging wel door de woestijn. Dus laten we er ons ook op voorbereiden, of ons van bewust zijn, dat we nog een tijdje door de woestijn moeten. Maar uiteindelijk arriveer je toch in het beloofde land. En dat beloofde land is er niet voor altijd. Want na omkomst van een bepaalde periode, of een onbepaalde periode, maar niet van een hoeveelheid tijd, zal blijken dat ook het systeem wat we dan optuigen, dat daar ook allerlei dingen aan mankeren en dat we een nieuw beloofd land formuleren. Dus dat is de evolutionaire gang waarin wij ons als mensheid bevinden op het ogenblik. En zeg, het belangrijke werk wat wij doen, wat jullie doen, dat is om als het ware voorbereidingen te treffen voor het moment dat het omslaat. Voor het moment dat die oude orde implodeert of geen draagvlak meer heeft in de bevolking.
En laten we hopen dat dat kan zonder grote ongelukken en zonder grote revoluties. Want meestal hebben dit soort omslagen in het verleden nogal wat ongemak ook meegebracht. Dus dat is ook een element. Door er nu al mee bezig zijn, door nu al te werken aan bewustzijnsontwikkeling, door nu al ideeën te genereren, door nu al die ideeën in de praktijk te brengen en te laten zien dat het op een andere manier ook kan functioneren, zijn we de wegbereiders voor het uiteindelijk, laten we zeggen, voorbereid zijn om op het moment dat het aan de orde is, het zonder al te grote ongelukken te laten verlopen. Dat is de grote waarde van het werk wat we hier doen. Ik ben eigenlijk daar wel optimistisch over. En een van de dingen die me vandaag ook weer een beetje opviel, dat in sommige benaderingen toch eigenlijk het oude schaarste denken als het ware meesluipt met wat er bepleit wordt. Ik denk dat we op een moment in de geschiedenis zijn dat we toch in ieder geval op onderdelen bezig zijn om ons toegang te verschaffen tot overvloed. Dus als je kijkt naar de nieuwe energiesystemen, dat zijn systemen die niet putten uit eindige voorraden, waar het schaarste denken ook vandaan komt, maar die oogsten uit onuitputtelijke bronnen. Uit oneindige, onuitputtelijke bronnen. En er zijn nog allerlei technologieën in ontwikkeling waardoor we daar nog efficiënter gebruik van kunnen maken dan met wind en zonne-energie. Maar uiteindelijk, die grote stroom energie die op de aarde komt, daar gaan we ons zodanig uit kunnen oogsten, dat daar eerder uiteindelijk overvloed uit ontstaat. En dat opent ook zo goed als die overvloed aan kapitaal die er nu is, eigenlijk de bronnen zijn waaruit we kunnen putten om de basis van het leven zelf, hè, wat de aarde is, wat de ecologie is, wat de biodiversiteit is, om die te versterken, om daarin te investeren. Hè. In die hele 200 jaar, 250 jaar industriële tijd hebben we dat allemaal uitgehold. Enorme oppervlaktes landbouwgrond bijvoorbeeld, die gedegradeerd zijn, waar eigenlijk geen landbouw meer mogelijk is. En waar dus geen biomassa-productie meer mogelijk is. Nou, dat kun je enorm uitbreiden. En als we op grote schaal gaan herbebossen, dan wordt de capaciteit van de aarde om zijn temperatuur te regelen, wordt ook weer beter. En om recarbonisatie van landbouwgronden en dat soort dingen, dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn om, als het ware, de basis van het leven weer sterker te maken in plaats van uit te hollen. Dus daar liggen hele positieve mogelijkheden. En dat geldt eigenlijk ook op het punt van, ja, laten we zeggen, wat er gebeurd is met ons mensen in die industriële tijd. En je kunt er ook nog zo naar kijken dat veel van de welvaart die is gecreëerd in die industriële tijd is geïnvesteerd in de opleiding, ontwikkeling, emancipatie van mensen. En toen we begonnen aan die lange periode, toen waren er maar heel weinig mensen met een beetje opleiding. Er waren ook veel minder mensen ook dan nu. Maar waar we vandaag de dag zijn, dat we dus toch in overwegende mate nu in staat zijn om als het ware zelf dingen te beoordelen, zelf ook dingen te doen en ook zeg maar, in allerlei opzichten zelf redzaam te zijn. En dat kun je emancipatie noemen, wat uiteindelijk is een hoger niveau van bewustzijn, van individualiteit. Nou, wat er nu cultureel aan de orde is, dat is niet dat onze individualiteit zich doorontwikkelt tot individualisme, wat eigenlijk ook een, laten we zeggen, vergroeiing is van dat emancipatieproces. Maar dat we onze individualiteit verbinden met wat van algemeen belang is. Verbinden met het geheel. En dat zie je ook op grote schaal gebeuren. Er zijn dus allerlei mensen die hun levensstijl veranderen. Die, laten we zeggen, anders gaan eten. Die zich anders gaan vervoeren, om dat punt ook nog even te noemen.
die kijken hoe hun kleren gemaakt worden, die überhaupt denken, ja, maar heb ik al die spullen wel nodig? Hè? Dus nog meer spullen, daar weten we van, daar worden we niet, niet tevreden van. Dat is niet iets waarvan we zeggen, daar word je gelukkiger van. Dus het geluk ligt in andere domeinen dan in nog meer van hetzelfde. We hebben al die spullen al. Dus dat is een belangrijke cultuurverandering. En die begint op persoonlijk niveau. Uiteindelijk gaat het over of je bereid bent om te reflecteren op de wereld zoals die aan het einde van de industriële tijd ontstaan is. Bereid bent om, laten we zeggen, dat niet alleen maar tot je te nemen, maar ook werkelijk echt door te werken, zodanig dat je eigenlijk niet langer wil leven op een manier die ten koste gaat van de aarde en die ten koste gaat van mensen. En dat leidt tot andere keuzes, dat leidt tot andere waardepatronen. En wat een belangrijk aspect daarvan is, in een van de eerste pitches vanmorgen kwam er een rijtje waarden langs. En dat waren vrijwel allemaal wat je zou kunnen karakteriseren als feminine waarden. Feminine waarden. Dat betekent in wezen dat die, laten we zeggen, overheersende masculine cultuur, die samenhangt met het kapitalisme en die overigens evolutionair gezien ook belangrijk werk heeft gedaan, maar dat die masculine cultuur niet geschikt is voor de 21ste eeuw. En dat we, en dat we dus toe moeten naar een cultuur waarin, laten we zeggen, de feminine waarden, hè, die gaan over, laten we zeggen, een caring houding, over zorg voor het leven, dat die waarden een veel grotere rol gaan spelen in onze cultuur. Dat is eigenlijk niet aan de orde gekomen vandaag. Hè. Er zijn twee dingen die me nogal geraakt hebben. Eén is de bijdrage van de muzici. Ik ben even de tekst van dat ene liedje kwijt, wat me echt heel diep raakte. Wachten, wat was het? Leer ons hoe je waardig wacht. Dat is een hele belangrijke boodschap. Hele belangrijke. En ook wat Vliet net vertelde. Kijk, uiteindelijk, mensen, gaat het erover dat we in de komende tijd de wereld, onze wereld en de aarde weer heel maken. Het gaat over heel worden en heel maken. En je kunt alleen, laat ik maar zeggen, daar je bijdrage aan leveren als je eerst zelf heel bent geworden. Dat hoofd, hart en gevoel, of intuïtie, dus maar hoe je het wil noemen, dat die verbonden zijn. Dus dat de verbinding binnen onszelf in orde is. En als die in orde is, dan kun je ook op het niveau van kwaliteit dat vereist is in de komende periode verbinden met andere mensen, met de wereld, met de aarde. Daar gaat het in essentie over. Dus dat betekent dat het allereerste wat moet gebeuren, dat is dat we ons binnenwerk doen. Dat we werken aan onszelf, als het ware onze software waarop we draaien, herschrijven, zodanig dat we daartoe in staat zijn. En dat is een wezenlijk element, eigenlijk een voorwaardelijk element in datgene wat we hier vandaag met elkaar gewisseld hebben over die tocht vooralsnog door de woestijn naar het beloofde land. Dank jullie wel.